road to the start. Ik zeg dat ik de eerste keer echt heel zenuwachtig was voor ik aan de start stond. En toen ik het ijs opging was het nog niet zo druk. Toen dacht ik van nou, dit heb ik al meegemaakt, dus dit ken ik. En ineens viel de druk er een beetje af. De Olympische Spelen geeft gewoon extra adrenaline, extra. Je zit op je piek van het jaar. Daar wil je dan toch op zijn minst. Dus dat is gewoon dat extra die kan. Wat ik ervan onthoud is dat het heel groot is. En nou, iedereen heeft dat even gezien. En die ervaring die ik daar gedaan heb qua omgaan met stress, en die pak ik gewoon mee in de volgende jaren. Mathias Vostee is een 24-jarige bruggeling die enkele maanden geleden zijn Olympische droom werkelijkheid zag worden. Precies een week voor de start van de Spelen kwam hij te weten dat naast Bart Swings en Irena Peters ook hij in Zuid-Korea aan de start mocht komen. De weken voor de Spelen was eigenlijk vrij hectisch. Er was een kans dat ik mogelijk nog heen mocht als net laatste geplaatst. En ja, dat wist ik nog steeds niet. En uiteindelijk kreeg ik te horen dat het verhaal met de Russen wel wat was. Ik mocht uiteindelijk werken op gebeld van de bond. En dat was ook al bevestiging van het Olympisch Comité dat ik mocht gaan. Dus ja, eigenlijk s'avonds 8:30, dan kan ik dat niet meer stuk. Ik heb heel het jaar eigenlijk goed gereden. Of heel het jaar, op het moment dat ik moest goed rijden. Op de kwalificatiewedstrijd deed ik dat wel. Dat was net niet, had ik een paar honderdste kort. Dat is wel voor jammer. Want ook de wedstrijd daarna, degenen die dan geplaatst waren, waren steeds na mij. En ja, dat voelde wel een beetje zuur, als het niet mag. En dan uiteindelijk toch de Spelen halen. Dus ja, toch een beloning van het presteren na het kwalificatiemoment. En ja, als ik misschien een maand later kwalificatie had, dan had ik misschien wel in één keer gehaald. Dat weet ik niet, maar het is wel een beloning. De Olympische Spelen waren voor de beloftevolle schaatser al bij het begin van het seizoen een doel. Samen met coach Desley Hill stemde hij alle trainingen en wedstrijden af op die twee belangrijke weken. Desley zat ook al steeds met de bond te bellen van kan het wel. En het is bijna 100% zeker, maar er is nog niets officieel. En eigenlijk aan de training hebben we niet zoveel veranderd. Gewoon eigenlijk doorgetraind voor het geval dat ik wel geselecteerd zou zijn. Dus ja, ik kan me beter voorbereid zijn op het geval dat je mag gaan dan dat je onvoorbereid bent en heen gaat. Dus echt gewoon hard verder trainen tot het moment dat het nodig is. En dan de laatste loodjes leggen in Korea. Desley Hill is de Australische coach van Vostee. Hill traint hem al 3 jaar en gelooft sterk in Vostee als atleet en als mens. Ook voor de andere schaatsers in de trainingsgroep van Hill is de discipline van Mathias een troef. Coaching-wise, if I look at it from a coach's perspective, it's that he listens very well and he does exactly what you tell him. And he does that with his teammates, and that's why, even though he didn't skate so good in the beginning, they really want him there, because he's always paying attention to the rest period, doing it right, doing everything to instruction. And as he gets more confident, he does that better and better. And yeah, that's easy for a coach. He's very coachable and he's easy for a teammate as well. If you work hard, which he does every time, and he listens and he's a disciplined guy, you're gonna do well in life. You can see it on his skills that he's a really talented guy. He's got the body for it, he's got the discipline for it, and he works really hard. And he starts to get more positive and believe in himself more every day. Voor de winterspelen binnen 4 jaar in Peking heeft Vostee hoge verwachtingen. Ik ga zeker door richting 2020 in China. En daar? Daar is eigenlijk de bedoeling om hard te rijden. In principe mee te willen doen voor de medaille. Je hebt nog 4 jaar tijd, maar daar wil ik gewoon mee doen voor de medaille. Om zich volledig te focussen op schaatsen, liet Vostee vrienden en familie achter in België. Hij verhuisde naar Heerenveen, de place to be om wereldtop te worden in het lange baan schaatsen. Verhuizen naar Nederland is eigenlijk niet zo erg voor mij geweest, want ik had mijn vriendin hier en dat was eigenlijk vrij makkelijk. Zo woon ik hier mee samen en hier op 5 kilometer van waar ik woon heb ik de ijsbaan, de skillerbaan, dus in principe is dat geen probleem voor mij, dus dat is gewoon ideaal. Iedereen kan hier schaatsen en mensen die eigenlijk hun kind op schaatsen sturen in plaats van op voetbal, dus ja, zoiets ken je bij ons niet en het is ook niet mogelijk, maar ja, dus hier leeft het echt. Het is echt wel, ook vanaf het vriezen dan denk je van
Elfstedentocht en misschien is het mogelijk of een marathon natuurreis. Dus ja, het is echt alleen maar hier dat er zo'n schaatsvlak is. In de zomer skiedert Vosté ook. Met die sport begon het voor Vosté allemaal. En zelfs nu als langebaanschaatser blijft hij actief op de wieltjes. Jazeker, want in de zomer train je dan eigenlijk dezelfde spiergroepen, dezelfde houding een beetje. Techniek is wel wat anders, maar qua trainingsarbeid is het gewoon heel goed voor de winter en je zit gewoon in dezelfde beweging. En, ja, ook wedstrijden gewoon met een beetje scherp en vooral ja, dat je toch een doel hebt om in de zomer te trainen. Deze zomer gaat het wereldkampioenschap skileren door in Nederland. Het Europees kampioenschap is in Oostende. Vosté wil zich voor beide thuisfronten laten zien. Gewoon in Nederland hard rijden en in België hard rijden. Allebei meedoen en gaan voor het hoogst haalbare. Gaan voor de wereldtitel, ook al is dat misschien niet direct weggelegd, maar het doel is wel om op podium te staan. 3 maanden na de winterspelen start de 24-jarige Bruggeling voor het eerst op een skielerwedstrijd in Nederland. Na de spelen kampte hij met een knieblessure, waardoor de voorbereiding op het skielerseizoen niet volgens schema verliep. Op de Europacup in Heerde testte hij voor het eerst zijn vorm. Dit zie ik nu gewoon als training en een beetje een leermoment voor hoe sta ik tegenover de rest. En ja, nu is het wel redelijk goed gelukt. Begin juli gaat op dezelfde baan het wereldkampioenschap skileren van start. Het doel was om voor de medailles te rijden, maar de blessure van na de winterspelen zorgt voor onzekerheid. Ik twijfel soms nog een beetje te veel aan mezelf hoe de vorm zal zijn binnen een kleine 2 maanden. Maar voorlopig ziet dat er nu wel beter uit dan verwacht. Maar ja, mijn doel is gewoon om hier proberen het podium te halen. En dan, als dat wel of niet lukt, kijken naar hoe de wedstrijd verloopt. Zoals coach Desley Hill al zei, is die onzekerheid een werkpuntje van Vosté. Toch doet hij er alles aan om ook daarin te verbeteren. Ik twijfel wel makkelijk, maar sinds vorig jaar met schaatsen, sinds laatste zomer, winter bedoel ik, heb ik... heb ik gewoon leren in mezelf vertrouwen en weten wat ik kan. Dus dat ging eigenlijk wel goed. En nu merk ik gewoon dat je wat onzeker wordt omdat het niet loopt zoals je hoopte. Want die staat natuurlijk fanatiek aan de start van het seizoen. Op de afvalkoers van de Europacup ligt Vosté al snel uit de wedstrijd. Matthias Vosté. Matthias, wedstrijd verlaten. In tegenstelling tot de sprintwedstrijden, want die waren verrassend goed. Zeker. 500 meter was derde, dus dat was goed. Ik had dat voorraad niet verwacht en niemand niet, dus dat is gewoon goed. En de lange afstanden zijn gewoon puur trainingen. Is het schema voor 2K? Ik denk het wel. Gewoon bijtrainen, meer niet. Dus sprint bijwerken, conditie bijwerken en dan komt dat goed, denk ik. Meer kan ik er niet van zeggen. Het wereldkampioenschap begint op 1 juli met het toernooi op de piste en eindigt op 8 juli met de afsluitende marathon.